Almere City FC wil tijdens wedstrijden een voetbalbuslijn laten rijden van en naar het stadion tegen gereduceerd tarief. De club is daarvoor een samenwerking aangegaan met de gemeente Almere en vervoersbedrijf Keoli. De extra bussen moeten ervoor zorgen dat supporters met een seizoenskaart het aantrekkelijk gaan vinden om met het OV naar de wedstrijd te gaan, zegt John Bes van de club. Het is een service voor onze seizoenskaarthouders. En zij kunnen voor slechts €5 kunnen zij 10 keer heen en weer, of in ieder geval 20 keer gebruik maken van de bus. En op vrijdagavond is de bus ook Almere City branded, in de zin met een Almere City chauffeur, althans iemand die iets heeft met de club, programmaboekjes, wellicht nog wat muziek, maar in ieder geval gewoon een Almere City sfeertje. En ik denk dat het een hele mooie manier is om in ieder geval groener, maar ook misschien wel veiliger naar en van het stadion te komen. Ook met oog op de drink-and-drive problematiek. En natuurlijk ook gewoon qua gezelligheid is dat een enorme meerwaarde. Almere City FC is blij met elke bezoeker. Maar dat betekent soms ook dat er bij de wedstrijden meer autoverkeer bij het stadion komt dan het wegennet daaraan kan. Dat leidde in het verleden meer dan eens tot filevorming en parkeerproblemen. De nieuwe service van Keoli wil daar verandering in brengen, zegt Ton van Kampen van Keoli. We maken het aantrekkelijk, zodat mensen gewoon die stap ook nemen om met de bus te gaan. Dan ontdekken ze hoe handig het is. Ook als je hier nog even na de wedstrijd natuurlijk altijd het gewonnen doelpunt nog even wil afborrelen. Pak je de bus en je gaat weer naar huis. We willen hier in ieder geval zorgen dat er minder mensen met de auto komen. Dat is niet alleen omdat het parkeerterrein dan vol staat, maar ook de wijk staat vol. En dat is wel echt een probleem. En dat is mede ook de reden waarom we het initiatief met z'n drieën hebben gestart. Enerzijds duurzaamheid, anderzijds inderdaad beter omgaan met de auto's en het verkeer hier rond de wedstrijden. De drie partijen dragen evenredig bij aan de dienst. De club en de vervoerder doen dat vooral met diensten en de inzet van personeel. De gemeente Almere draagt geld bij, €26.000. Goed besteed, vindt wethouder Jan Hoek. Wat we willen is dat mensen tot de ontdekking komen dat dit gewoon een goed idee is. Dat je gewoon veilig en snel naar het stadion kunt komen. Dat je een biertje kunt drinken zonder je druk te hoeven maken. Dat je niet met z'n allen opeens toch vaststaat als je weg wil rijden. Dat is eigenlijk waar het ons om te doen is. De samenwerking geldt in principe voor één seizoen. Of de pilot daarna wordt verlengd is niet duidelijk. De lijn start bij de start van het nieuwe voetbalseizoen op 13 augustus. Almere City FC zal dan ook starten met het invoeren van betaald parkeren op een deel van de parkeerplaats. Het gaat om plekken die voor €50 per seizoen beschikbaar komen voor seizoenskaarthouders. De club benadrukt dat die maatregel wordt ingevoerd om mensen te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Mensen zijn nog steeds hartstikke welkom ook met de auto. Alleen het is denk ik goed voor ieder om ook te bedenken hoe het eventueel duurzamer kan. Nou, de bus is wat dat betreft een prachtig vervoersmiddel. En zeker in een stad als Almere, waarin dat natuurlijk ook uitstekend is gefaciliteerd. Dus daar roepen wij mensen op, supporters op, om daar gebruik van te maken. En op die manier gezamenlijk richting het stadion te gaan.